2300. Hele goede morgen. Goedemorgen. Het is, hoe laat is het eigenlijk? 4:45. Dat betekent 4:45. Dinsdagochtend. En wat gaan we doen? We gaan richting Mont Ventoux, Frankrijk. We gaan steppen voor het goede doel, ALS. Fietsen. Oh, we gaan fietsen. Fuck, wacht. We gaan fietsen met ALS, sorry. Hou gewoontes. We moeten Meinert ophalen, want we gaan met z'n drietjes met Rodi, Meinert en ik gaan we dus fietsen. Dus we gaan Meinert ophalen en dan rond 5:00 zijn we daar. En dan gaan we 12:00 in de auto zitten. Dus ik zal even fast forward tot Meinert en dan fast forward tot Frankrijk. Lijkt me handig. Tot zo! Goed, Meinert is er ook. Yo, morgen. Eindelijk. Eindelijk. Precies 5:00. 1:05. Onderweg naar... Frankrijk, Mont Ventoux. Let's go. We zitten scheet hoor. Die jongen stinkt jongen. Jezus, Meinert. Jezus, Richard. Dat is het eerste wat wij gaan doen natuurlijk. Eerst wat we gaan doen. Jongen. Ah. Zwembadje net schoongemaakt. Rodi staat hier een beetje uit te lachen. Meinert is aan het douchen. Lekker zeg. Lekker, het is fucking koud, idioot. Goedemorgen, het is vandaag... Dag is nog? Woensdag. Onze poolboy die staat het zwembad al schoon te maken. Wat gaan we doen? We gaan gewoon lekker in het zonnetje. We gaan een kleine workout gaan we doen. Waarom? Om gewoon even de spieren een beetje los te maken. En je lekker te voelen. Dus we hebben een touwtje meegenomen. En een bandje meegenomen. Van Crossmax. Super makkelijk. We doen even wat burpees, double-unders, wat extensies, push-ups. Lekker relax. Here you go. Allright, wat gaan we precies doen? We gaan 10 rondes gaan we doen. En hoe kunnen we nou weten hoeveel rondes we hebben? We hebben hier steentjes. Dus elke keer als ik een rondje heb gedaan, dan gooi ik een steentje weg. Hierachter. Dat is makkelijk bij te houden. Allright, wat gaan we doen? 25 double-unders. Oh, fucker. 25 double-unders. 10 burpees. We hebben wat extensie voor de schouder-rug. Daar pakken we daar ook 10 van. En mijn zwakte 10 push-ups. Dus dan gaan we 10 rondjes. We gaan lekker beginnen. Even neerzetten. Onze poolboy die heeft alles schoongemaakt. Maar niet handig gedaan.
Best lekker. 10 rondjes. Het touwtje ging even kapot. Maar ik moest eventjes helpen met het ringetje er weer op zetten. Dus even de tegels een beetje veranderd. Zie je nu in het filmpje als het goed is. Lekker. Een stukje zwemmen. Lekker ontbijten. Dan gaan we naar de Mont Ventoux. Kleine workout voor vandaag. Lekker mijn nut. Alright, we zijn onderweg naar de meeting voor ALS. Morgen. Zeg hallo. Ziet er heel vet, heel groot uit. Wat gaan we doen? We gaan een kledingpakket gaan we ophalen. En wat informatie krijgen over hoeveel kilometer het precies is, want we hebben echt geen idee. Hoe zwaar het is, we hebben echt geen idee. Hoeveel we getraind moeten hebben, want we hebben echt geen idee. En hebben jullie eigenlijk getraind, jongens? Keertje of 5 gefietst, 6, 12. Nee, dus niet getraind. Dus we zien het vanzelf wel. We laten even wat beeldjes zien van hoe het eruit ziet. En tot zo. Soms hè. Allright, kledingpakketten hebben we gehaald. Kledingpakketje. Ja, dat toppie. Was het eigenlijk. En we hebben even een kwartiertje in de regen staan. En we hadden wel leuk, de directeur is nog even komen praten. We hebben hier een klein beeldje van, samen met Meijnert. Ja. En die kwam Meijnert even aanmoedigen. Voor de rest? Alles geregeld. Ja, alles is goed geregeld. Het ziet er allemaal heel vet uit. Het ziet er allemaal heel mooi uit. En morgen gaan we daadwerkelijk omhoog vanaf hier. Vanaf 10 uur. Ietsje eerder moeten we zijn. Daar vanaf... is de top. Daar... Oh, ja. Kan je de topje doen? Ja. Ja. Helemaal achterin, dat kleine witte puntje, dat is de top, zeg maar. En daar proberen we morgen ook nog even te filmen. Misschien dat we er dadelijk nog even heen rijden met de auto. Een klein stukje moeten we lopen, volgens mij het laatste stukje moeten we lopen. Ja. En dan kunnen we vanaf daar kunnen we nog even filmen. Lekker de auto instappen. En dat hebben we al. Dan gaan we weer toppie. Verder. Alright, we zijn nu in bed 1. We hebben de startplaats, hebben we... bekeken waar we morgenochtend weg moeten. We hebben de berg gezien waar we op moeten klimmen. Wat vond je ervan? Hoog. Maar wel, ik denk heel mooi uitzicht als we boven zijn. Ik moet eerst 24 kilometer zoeken, maar daarna heb ik een mooi uitzicht. Mijn het? Ja, je hoeft niet ook een keer te zwaaien, hè? Ook niet te lachen. Nou, man. Je zegt dus toch helemaal niks. Nou, dat is wel het beste. Goed zo. Dus. Het is een gezellig sfeertje hier. We hebben het even bekeken allemaal. Het ziet er goed uit. Even kijken, morgen wordt wat. Ik denk dat het aardig zwaar wordt, maar daarvoor zijn we hier ook, toch? Afzien. En ALS de wereld uit fietsen. Nou, dat zegt hij mooi. Hè? Net een reclamespot, zeg maar. Net een ambassadeur. Net een ambassadeur. Goed, wat we vandaag even gaan doen, we zijn even naar een camping gegaan. Klanten van mij, Hans en Betty, die zijn hier. Die komen ons supporten. Die komen helemaal naar Frankrijk toe. Die zijn wel gelijk 3 weken vakantie aan vastgeplakt. Dus we gaan die eventjes ontmoeten, even een drankje doen, even lekker relaxed. En dan gaan we jouw ouders ontmoeten. Rodi's ouders, vader, moeder, tante, oom en vriendinnetje. Vriendin, sorry, geen tje. Oh, Lisa! Dat is maar niet hoor, hè? Die gaan we ophalen, ontmoeten richting het huis. En dan hebben we een gezellige avond verder. Dus eerst even Hans en Betty. Hey.
top. Ja? Hebben ze. Benen tussen? Benen tussen? Ik ben zwaar. Rodi. Rodi, Edo en Richard.